Dit is Team 1. Iemand voet nodig, anders fix ik dat ook even. Ah ja, misschien wel. Ik ken niet nodig, ja. Maar we zullen dat ooit wel nog nodig hebben. Ik nog niet dringend, maar het is wel handig. Maar als je een koe vermoord, heb je... Ah, dacht even Lucas. Ik denk niet dat iemand gaat killen, hè, die mongol. Hij is echt niet de ervaarste Hypixeler van ons allemaal ofzo. Ja, nee, ik ben de oudste Hypixel. Nee, Simon en ik zijn de oudste Hypixel-speler, maar hij speelt wel het meest Hypixel. Ja, en jij, ik weet dat jij geen Hypixel-fan bent. Geen Hypixel-fan. Ik heb hier denk ik wel een goede cave gevonden. Geen fruit, maar wel een goede cave. Niet te ver van ons, weet je wel. Hoe ver zit je? Want waar is mijn kompas? Ik vind jullie wel terug. Je bent maar 50 blokjes van mij af. We moeten ook zeker een kompas gebruiken als we elkaar kwijt zouden zijn. Ah, redstone. Mm-hmm. Ik heb al heel weinig experience levels om al diamond tegen te komen zijn. Holy shit. Misschien moet ik wel die redstone meepakken voor experience. Ik heb echt het gevoel dat ze echt 31 diamonds hebben. Ah, maar ik heb wel lapis. Nice. Oh, en ik heb echt heel veel lapis, dus dat moet ook geen probleem zijn. Nice. Ja, mijn cave is toch beter, en mijn strichtmine is toch beter dan die van u, zeg. Ja, ik denk het. Ik heb echt bijna niks gevonden. Ah, nu kunnen we zien van de teams hoeveel held dat ze hebben. Nu kunnen we het goed zien. Atlantia's held, oeh. Atlantia is redelijk wat held verloren. Simon een beetje. Waar is gaming teenager? Oh, ik heb geen pickaxe meer en ik heb ook geen hout meer om pickaxes te maken. Oei, wacht, ik kom even. Waar is de gaming teenager? Ik zie hem niet staan op het scorebord. Oh, die heeft maar 20 held, joh. Fucking laag is die kerel. 33 iron, dan zal ik iets van armor maken. Misschien moeten we wel de base meepakken, Jaren. Maak broekjes of zo. Ik stel ook voor even dat we ergens een gat maken. Ja, gewoon een gatje waar we onze stuff in dumpen. Dus ik zal even hier doen. Hier is een broek. Ik had dat ook ooit die schat in mijn Minecraft Survival reeks ooit. Ja, ik ga een gatje maken om wat stuff weg te gooien. Ik maak zo'n gatje, liggen diamonds in. Diamond ore, oké. Makkelijk. En ik kan ook schoenen maken, ja. Ik heb dat zo'n gat op een survival server. Ik had zo een huis gemaakt. Mm. En ik verveelde mij zo echt steen dood. Er was ook niemand online. Ik pak gewoon een gat in de vloer en ik begin daar recht naar beneden te minen. Kom ik ineens op 10 diamonds. Dat is fucking lucky. Oeh, ik ben een van de enigen nog die zijn full health heeft. Ah, ja, dan heb je nu al een pickaxe of niet? Nee. Ah, wacht, ik kom even terug. Sorry, ik kom weer al terug. Ik zie ik begin hier nu echt veel iron te krijgen. Ik heb er weer al 26. Ja, ik even die room hier wat groter maken. Een stone pickaxe, zo hè? Ja, een stone, is goed. Je vindt toch alleen maar iron, dus. Ja. ik zal je er gelijk 2 geven. Maar ik zie u wel helemaal niet. Ik sta hier voor u. Nee, waarom zit je mij niet? Ik ben sad. Oh, wow, dat is wel kut. Hier, ik neem aan dat ik strak wel terug zie. Hoop ik. Leuke bug, Hypixel. Heb je goed gedaan. Jezus, creeper, weg. Niet te weer. Get away from me! Nee, fuck. Oh, Jezus. Veel held verloren. Half hartje of zo, denk ik maar. Deathmatch 24 minuten hebben we nog geen één goldje gevonden. Nou, ik stel voor dat ik even naar I-13 ga, want de kans groter is dat je daar caves vindt. En eigenlijk zouden we wel een caveje kunnen gebruiken. En plus, misschien moeten we straks naar links beginnen minen. Als links is. Ja, omdat border langs rechts vrij dicht begint te komen. Ik heb lapis, maar ik heb geen iron pickaxe. Ah, maar je kunt ook met een stone pickaxe doen. Nee, dat denk ik niet. Hè? Jawel. Ah, jawel, ja. Ik zie het. Oké. Okay. Never mind. Guys, ik heb er al fijn gevonden. Nice. En waar zit je? Anders kom ik gewoon naar u. Maar ja. Ik weet niet of dat er veel in zit. Ik ga even rond. En op welk niveau? Hier. Welk niveau? 54. Ah, zo ja, dat zal. Maar redelijk. Nu sta ik nog maar aan de bovenkant natuurlijk wel, maar. Ah, zo is het. Kijk met een kompas hoe ver je bent. Dan
60 blokjes, sala. Ik verschiet ervan dat ik mijn full health nu heb. Ja, wrijf het er maar in. Ja. Sorry. Ja, jullie vliegtuig, vlieg maar langs. Doe maar hoor. Ja, oké, ik vind het echt het meest unlucky stripmine ooit. Ziet ik neem aan dat we... Ziet je mij doen? Wat zeg je hier? Ik ben achter u. Maar die dont killt gewoon iedereen, what the hell. Ik ben achter dat blokje. What the fuck, ik zie je niet. Dan zeg je nu een geest voor mij. Maar dat is alleen een probleem voor mijn opname, hè, niet lieve. Zolang dat de sfeer van jou er maar is, Jaren, dan is het goed. Lieve. Die YouTube liefde hier. Ja. Waar zit King Alert? Oh, Border wint al geel door rechtsonder, ziet je het? Ja. Dus ik neem aan dat we onze stubbies gaan meepakken. Ja, oh, ik zie de border hier. Oei, ik. Ja, serieus? Ja, ik was helemaal daar. Maar ik zit hier nu echt wel in een goede cave volgens mij, dus ik ga die zo snel mogelijk proberen looten. Oké, ik stel voor dat we terug naar de base gaan, dus ons origineel dingetje. Dat gaat niet, want daar is de border. Ben ik net gaan kijken. De border blokkeert de doorgang. Wacht, maar ik ben hier toch nog? Ja. Ah, maar naar daar bedoelt je? Ah ja. Ah, maar daar wou ik ook niet naartoe gaan, hè. Ah, dat zei je toch. Heb ik het keer begrepen. Wacht, Jaren, waar zit je? Zit je hier in de buurt? Naast u. Oké, niks meer in die furnace doen. Ik ga alles al afbreken. En we lopen naar het einde van de cave en dan gaan we daar links. Want nu zijn wij heel gevaarlijk bezig. Want als ineens die border van rechts komen, hebben wij geen kans om dat te overleven. Ja. Dat is zo misschien nog 30 blokken, dus ik ga ook wel weglopen. Dus loop eigenlijk even eenmaal naar het einde van de cave. Ik heb hier net nog wat iron, maar ik sta al aan de uitgang, dus... Ik neem aan dat het eigenlijk beter is dat we gewoon naar boven lopen. Ja, ik ga gewoon naar boven minen. We hebben zojuist nog geen gold gevonden, wat voor bullshit is dat nu weer? Echt, hè? Ik ga gewoon naar boven minen in de hoop dat we een caveje vinden. Oké, je hebt mijn opname. Oei, kom het. Ik heb er niet eens op gelet dat mijn F3 voor mijn coördinaten constant op heeft gestaan. Ah, maar dat maakt bij mij toch ook niet, hè? Heb je opname al afgesloten? Nee. Ah, nee, maar bij mij staat dat er ook niet constant op, zijn, dat maakt het niet zo uit. Ja, nee, maar ik bedoel dat er juist wel constant op staat en dat volgens mij gewoon tering irritant is. Ah, oh, ja, maar dat maakt niet zo uit, hè. Ik hoor wel een cave. Gletsjer, 83 blokken weg. Ja, onder u. Ik hoor een zombie. Serieus? Ja, ik ook. En eigenlijk wil ik wel naar die zombie gaan. En die is rechts van mij. En ik ben meteen achter u. Ja, maar wacht. Nee, ik ga toch naar boven minen. Zou die gast echt aan het hakken zijn? Is dit de originele cave, wat? Oké, dan. Ah, fuck, mijn pik is kapot, tering. Ik sta hier boven gewoon droog op jullie te wachten. Anders kun jij ondertussen wel bomen maken of zo, zoeken naar appels. Ja. Het probleem is, als de borders heel dicht zijn, is het heel gevaarlijk om onder de grond te blijven. Oh, ja, boven hier... kan ik wel kijken hoe dat zit met... Ik zie Jaren zo heel droog. Oh, de border zit wel redelijk dicht, guys. Ja, dus ze zijn aan het komen. Zo snel... Oh, oké. Als je nu niet snel naar boven komt, heb je echt geen kans meer. Van links zit hij echt wel heel dicht nu. Wacht, ik kan kijken naar mijn... Normaal gezien moeten we dat wel nog halen. Er is nog 40 blokken van ons. We zitten op I-37. Koe, geef mij je vlees. Oh, en ladder. En ladder. Ja, ik heb 4 en we moeten in de volgende 6 minuten zeker onder de grond gaan. Heel snel wat appels zoeken. Kom op, geef mij appels. Allee, ga sneller. Fuck. Nog maar 30 blokken van ons. Ah oh ja, ik zie hem, door van achter. Serieus? Ja. Oh, fucking hell, ik zie hem ook. Holy shit, snel. Go. Ik denk dat het slim was dat wij naar hier zijn gekomen. Ja, denk het ook. Oké, even regroupen. Ik ben nog niet boven en dan komt er dirt op mijn mel. Ah, oké, we zijn bijna boven. Ja, ik graaf jullie uit. Ja. Ja. Het licht. Welkom. Ik blijf gewoon zo doorgaan, maar ik blijf maar geen dingen zien. Ja, dat komt omdat het hier een berg is. Ja.
Holy shit. Dat ik is vrij ga even dicht. Snel een furnace neerzetten. Oh, heel dat forest waar we er net waren is helemaal weg. Oké, snel naar daar lopen.